Iman Sprenger, de schrijver van het boek Bijlhout en Bakkeljauw, deelde woensdag enkele van zijn ervaringen met het publiek tijdens een themaavond van de schrijversgroep 77. Het publiek hoorde meer over zijn kennismaking met Suriname en zijn bevindingen over slavernij en over zijn voorouders. Volgens Sprenger moest hij bij zijn vestiging in Suriname anders leren leven. Ik was in Suriname terechtgekomen omdat ik graag, zeg maar, wat toen, dat was toen nogal populair. Als je afgestudeerd was, ging je eerst een tijdje ontwikkelingswerk doen. Ging je je kennis brengen naar de landen waar die kennis blijkbaar niet was. En dan kon je die landen een beetje vooruit helpen. Dat was dan de gangbare gedachte. Al heel snel merkte ik dat niemand op die kennis zat te wachten. En al helemaal niet uit de mond van een bakker. Maar heel graag zijn eigen kennis wilde leren toepassen. Heb ik 3 jaar tussen 1978 en 1981 in Suriname lesgegeven op de universiteit. En ik ging het ene weekend naar een Hindoestaanse bruiloft en het andere weekend naar het binnenland en vond het zo'n fantastisch land. Ik heb nu opgeteld. Ik denk dat ik nu deze keer, dus de 19e keer dat ik in Suriname ben. Tijdens de themaavond is ook schrijver Hilde Neus ingegaan op homoseksualiteit en de Surinaamse literatuur. Verder waren er presentaties van Omar Overman van het LGBT-platform en enkele woordkunstenaars.